Hoi allemaal, ik ben Sarah van het kanaal Ultimate Fashion Lover. En ik heb de kans gekregen om een video voor Femme te maken, wat ik echt heel erg leuk vind. En het leek mij een leuk idee om de lente fashion trends met jullie te bespreken. Of tenminste, wat in mijn ogen de trends zijn voor dit seizoen. Allereerst wil ik een aantal stijlen bespreken die je veel ziet in het straatbeeld en in de winkels. Dat is de sporty chic stijl, dus hele sportieve kleding, maar dan net wat meer aangekleed. Je kunt daarbij denken aan bomberjacks, dus echt van die sportieve, een beetje pofachtige jasjes. Natuurlijk ook aan sneakers. Je ziet iedereen op sneakers lopen op dit moment. Het is altijd in, maar het wordt nu echt met gewoon alles gecombineerd. En dat vind ik heel erg leuk. Ik heb zelf deze als nieuwste aanwinst. Super leuk ook dit kleurtje voor de lente natuurlijk. Maar je ziet ook hele kleine details die worden toegevoegd aan kledingstukken die dan het net een sportievere uitstraling geven. Bijvoorbeeld t-shirts met een nummer erop of met van die bandjes bij de rand. Deze rok is bijvoorbeeld heel erg vrouwelijk, maar aan de onderkant zie je die twee lijnen. En dat geeft het dan weer echt zo'n sportieve uitstraling. Bij de sportieve stijl zie je dat hij op dit moment ook heel veel wordt gecombineerd met vrouwelijke items. Dus bijvoorbeeld een kokerrok en daaronder dan gewoon sneakers. Dus eigenlijk om een soort contrast te creëren. Heel erg leuk om lekker mee te mixen en matchen. Mocht je nou niet zo van het sportieve zijn, dan valt het mij ook op dat de boho festival stijl heel erg in is. En die is een stuk meer romantisch. Net als vorig jaar zie je daarbij heel veel kimono's, lekker flowy vestjes met heel veel printjes erop. Ook bloemenprintjes die eigenlijk denk ik iedere lente wel weer in zijn. Ik heb het nog weinig meegemaakt dat je dat echt niet zag in de winkels. Wijde pijpen. Dit is bijvoorbeeld een jumpsuit die wijd uitloopt. Dus echt zo'n flowy broek. Je moet ervan houden. Ik vind het zelf heel erg tof. Ik weet niet. Het geeft me gelijk zo'n heel vrij gevoel als ik zoiets draag. Ook flare jeans zijn in, dus de wijd uitlopende jeans. Natuurlijk, skinny jeans blijven ook altijd wel in, maar deze zie je nu ook weer heel veel. Ik heb er zelf een met een bootcutpijp. Dat is net iets minder extreem, maar toch wel een beetje dat wijd uitlopende effect. En ook de sieradentrend past heel goed bij dit boho stijltje, want je ziet heel veel kettingen met meerdere laagjes. Dit zijn er twee, maar het kunnen er zelfs drie of vier zijn. Weer veel meer lange kettingen in plaats van de grote statement kettingen die korter vallen. De winkels hangen ook weer vol met deze franjes. Ik denk dat de sporty, chic en de boho festival stijl op dit moment de grootste trends zijn. Wat mij is opgevallen tenminste. Maar er zijn ook nog bepaalde kleurcombinaties die heel erg in zijn. Zwart-wit bijvoorbeeld. Dat is misschien niet wat je per se verwacht bij de lente. Ik denk dan tenminste ja, weer aan wat meer kleur. Maar je ziet juist erg veel zwart-wit. En dan vooral zwart-witte prints in één kledingstuk. Dus bijvoorbeeld dit jurkje van de H&M is daar een goed voorbeeld van. En wat daar natuurlijk ook bij hoort zijn streepjes. De winkels hangen echt weer vol met zwart-witte streepjes. Kan gewoon niet op. Eigenlijk is dat nooit uit, maar je ziet het nu wel opvallend veel. Ben je toch iets meer van de kleur, dan heb je wel geluk. Want net als vorig jaar zie je ook weer heel veel pastelkleurtjes. Vooral in jassen ook dit keer, maar ook gewoon in bijvoorbeeld rokjes. Of in shirtjes en blousjes. Dus lekker zoete en meisjesachtige kleuren. Dan zijn me ook nog bepaalde trends opgevallen wat betreft kledingstukken. Dus de bovenstukken. Het valt me op dat de vesten echt langer dan lang zijn. Je ziet heel veel maxi cardigans, lange kimono's, lange jassen. Tot ja, praktisch halverwege het onderbeen. Qua shirtjes zie ik heel veel turtlenecks. Dus eigenlijk colletjes. Maar dan niet die tot hier komen, maar die wat lager komen. Zoals dit shirtje heeft. Je ziet dat deze shirtjes ook zo'n soort ribbelpatroontje hebben. En daarmee hangt het ook vol op dit moment in de winkels. Hooggesloten is een trend op dit moment. Je ziet ook veel topjes die hier dan heel bloot zijn, maar wel hier bij de nek echt hoog aansluiten. En qua shirtjes zie je ook weer heel veel tops met cut-outs. Maar waar dat voorheen vooral cut-outs bij de buik waren, is dat nu vooral bij de armen. Dus je ziet heel veel zogenaamde cold shoulder shirts, waar de schouder er gewoon tussenuit is. Dus daar zie je dan je huid. Wat betreft onderstukken is de lengte op dit moment echt de midi rokken en zelfs ook broeken. Ik vind het zelf heel erg mooi, bijvoorbeeld bij kokerrokken. Echt een mooie lengte. Maar je ziet zelfs ook wijde broeken. Dat valt me echt op fashionblogs en dergelijke. Ik weet niet of ik mezelf eraan zou wagen. Maar bij sommige mensen staat het echt heel erg gaaf. En ook de wijd uitlopende plooirok tot over de knie zie je veel. Betekent natuurlijk echt niet dat skaterskirts uit zijn of zo. Want dat is helemaal niet zo. Maar dit zijn gewoon echt nieuwere trends die mij opvallen. Dus daarom wilde ik ze even bespreken. En ja, dit waren eigenlijk de voornamelijkste trends die mij zijn opgevallen voor deze lente.
Ik ben heel benieuwd wat naar jullie ideeën de trends zijn voor de lente. Dus laat dat vooral hieronder achter. Verder hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. Mocht je nou meer van mij willen zien op mijn kanaal Ultimate Fashion Lover, maak ik vooral fashion video's. Hoe je bepaalde items kan combineren, shoplogs, van alles op het gebied van fashion, maar ook een beetje beauty, omdat ik daar ook gek op ben. Dus dan kun je even klikken op mijn hoofd of hieronder in de beschrijving kijken voor mijn kanaal. En dan hoop ik dat jullie het leuk vonden. Doeg!